De kosten voor essentiële documenten die hoog gekwalificeerde zorgverleners nodig hebben om in het buitenland te kunnen werken, wordt vanaf 1 augustus verhoogd. De regering heeft bepaald dat in plaats van 250 SRD voortaan de prijs van $1,000 per verklaring zal worden gehanteerd. Dit zei minister Amara Madin van Volksgezondheid gisteren op een persconferentie, terwijl de regering-raadsvergadering nog gaande was. De bewindsman verklaart dat deze maatregel bedoeld is om de dreiging voor de nationale gezondheidsveiligheid te verminderen. En vandaag is in de regeringsvergadering een belangrijk besluit goedgekeurd. Dat is het raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid, waarbij tarieven voor verklaringen, bevoegdheidsverklaringen en registraties, slash het waarmerken van diploma's voor buitenlandse doeleinden, drastisch is verhoogd. En deze verhoging is noodzakelijk geweest, onvermijdelijk geweest, omdat je eigenlijk ook moet proberen vanuit het beleid die demotivatie, niet de demotivatie, maar laten we zeggen de drempel te verhogen om onze zorgsector en onze samenleving te beschermen. De tarieven waren aan de lage kant. Er werd 250 SRD betaald voor een dergelijke verklaring. 250 SRD voor een wat waarmerken van een diploma. En het voorstel is zojuist goedgekeurd om deze tarieven aan te passen van 250 SRD naar $1,000 per verklaring. De bewindsman zegt dat deze maatregel niet bedoeld is om mensen te pesten, maar om behoud van het beschikbare zorgpersoneel en de medici in het land. Hij meent dat de Surinaamse samenleving gegarandeerd moet zijn van continuïteit in de zorg. Om hooggekwalificeerd zorgpersoneel te behouden, zal de overheid een extra 5000 SRD uitkeren aan deze professionals. Dit bedrag komt bovenop op de huidige braindrain-toelage, gevarieerd tussen de 3500 SRD en 6000 SRD. Uniek aan deze toelage is dat het verbonden is aan criteria. En de criteria zijn ook goed vastgelegd. Er is ook goed over nagedacht. Hoe voorkomen we dat, dat niet andere personen die niet voldoen aan de criteria in een aanmerking komen, maar dat we echt deze groep die waardering, extra waardering moeten geven. Daar is er iedereen over eens. En dat is dat het zijn personen die in het bezit moeten zijn van een diploma, die bevoegd en bekwaamheid kan aantonen voor topklinische zorg. Dan praten we over de IC. Er zijn een aantal groepen bedacht aan wie wij deze toekenning kunnen geven van een toelage. En die persoon moet ook uiteraard voltijds werkzaam zijn op een dergelijke afdeling. Ik wil een voorbeeld geven dat als het zo mocht zijn dat er een IC-verpleegkundige in een perifer ziekenhuis werkzaam is, maar niet op, op een IC-afdeling, dat zo'n verpleegkundige dus niet in aanmerking komt voor een toelage, wat krijg je eigenlijk? Je krijgt eigenlijk dat je daarmee ook stimuleert dat kundige, bevoegde en bekwame personen inderdaad richting onze topklinische afdelingen vertrekken en die move gaan maken naar het ACP. De toelage van 5000 SRD gaat per 1 augustus in. Dit besluit behoort tot de maatregelen om de uitstroom van gekwalificeerde krachten in te dammen.